Sven van Beek, is er gelijk wezenlijk iets veranderd op het trainingsveld met de komst van Dick Advocaat? Nee, ik denk het niet. Uh, het is mooi dat, uh, dat er zo'n trainer uh, bij onze club uh, mag toevoegen. En, uh, iemand met, uh, met veel ervaring, die uh, veel meegemaakt hebt. Ik denk dat, uh, dat iedereen uh, binnen de club nog veel van deze man kan leren. Ja, want het kan nooit kwaad, eh, inderdaad, om zo'n ervaren rot er, 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 erbij te hebben, in welke situatie dan ook. Nee, klopt uh, wat ik zeg. We zijn uh, zeer blij dat hij uh, gekomen is. En ik denk dat alles nog gewoon hetzelfde is en uh, dat hij vanaf de kant uh, observeert uh, van hoe en wat. Ja. Al loopt hij soms ook wel het veld in en laat hij zich ook wel, wel gelijk gelden zoals hij dat uh, kan en doet? Ja, natuurlijk. Dat, dat zit natuurlijk ook in hem. En, uh, en als hij vindt dat er iets moet, uh, moet uh, verbeteren en, uh, en dat wij ervan kunnen leren, dan ja, zegt hij dat. Wat is zijn uh, hoofdboodschap in deze barre tijden? Maar opstropen en, en laten zien dat je voor Feyenoord speelt en, en dat je gewoon uh, weer erbovenop bovenop moet komen. Hij ja, nou is ook, het dus ook een, een moment, ook richting jaren hierna van laat zien inderdaad dat je bij deze club hoort en, en kan blijven. Ja, Wat ik zeg: uh, je speelt voor Feyenoord en uh, dan, uh, dan moet je elke, elke wedstrijd winnen en dan, uh, dan is de druk hoog en uh, daar moet je mee leren omgaan. Hoe is het überhaupt voor jou als, als kind van deze club, op, opgegroeid op Varkenoord en dan zo'n periode meemaken die we nog nooit hebben meegemaakt bij deze club? En natuurlijk uh, baar je daarvan. Alleen uh, wat ik zeg, uh, er gebeuren ook wel eens dingen wat je niet in de hand hebt. En dat je niet, uh, dat je niet, uh, dat je niet wil. En uh, ja, ik denk dat als jonge jongen er alleen maar van kan leren. En uh, dat je vanzelf weer uh, op moet staan. Jij krijgt zelf ook persoonlijk veel op je bord. Hè? Is dat ook iets waar je dan iets van kan leren? Ja, ik denk dat ik uh, deze week veel over me heen krijg. En, uh, maar dat is ook, ook logisch. Als je, als je niet goed speelt, dan, uh, dan mag je bekritiseerd worden. En... Wat ik zeg, ik heb altijd gezegd dat ik een keer een mindere periode zou krijgen. En uh, ja, die, daar zit ik nu in. Alleen uh, het is aan mijzelf uh, om daar weer bovenuit te komen. Kan je in deze situatie ook iets leren van hoe het. Uh, toen volgde je het meer vanaf de afstand, vanaf de zijne. Hoe het met jouw voorganger ging. Want die, Stefan de Vrij, kwam op een gegeven moment ook onder vuur te liggen. En maakte toen zo'n volgende stap. Ook bij deze club nog. Is, zijn die situaties vergelijkbaar? Als je het zo kijkt, dan, uh, dan is het misschien wel vergelijkbaar. Alleen. Uh, ik, ik kijk naar mezelf en uh, ja, ik moet er zelf gewoon uh, boven, bovenop komen. En, ja, ik uh, train elke dag uh, keihard en uh, dat is het enige wat ik kan doen. Waar zit het hem dan in? Is, is die lastige vraag die ongetwijfeld door jouw eigen hoofd de hele tijd spookt. Van waar komt het door? Ja, goed dat is een goede vraag. Ik, uh, ik weet het zelf ook niet en uh, ik doe het niet uh, uh, voor mijn plezier, wat ik zeg. En ja, ik, uh, ik, ik moet gewoon keihard, uh, keihard blijven trainen. En uh, daar ben ik van overtuigd dat het weer goed gaat komen. Ja. Nu thuis tegen Roda. Hebben jullie recent natuurlijk in de beker ook nog, ook nog tegen gespeeld in de eigen Kuip. Hoop je ten opzichte van die vorige wedstrijd hier in de Kuip dat ook, ook, ook de sfeer, de, de vibe anders is om over een doodpunt heen te komen? Natuurlijk, ja, hier, hier, hier thuis spelen is altijd fijn. En je weet dat er heel veel mensen zijn die achter je staan. En dat, dat geeft ons denk ik extra kracht en waardoor wij als team ja, goed kunnen presteren.